Joek uit mijn gloednieuwe Brasses video. En ik denk dat jullie het ook wel aan de titel hebben gezien. Waarschijnlijk hier ook. Oh, ik ga Emst. Heb ik. Ik heb er nog niet mee gespeeld natuurlijk. Ik heb Pendering gespeeld. Nieuwe Pendering 15. Maar, wel, ik heb al 25 keer extra. Ik heb hem wel gekocht, maar ik wou er nog niet mee spelen. Voor de video waar ik het bewaren. Dus we gaan hem nog één keer opnieuw equipen. Dan vind ik gewoon, Pem equipen en dan Emst. Vind ik gewoon leuk dat ze selfies gaat maken. Deze map vind ik waarschijnlijk niet fijn met Ems, maar ik moet het niet meer doen. Het is me eindelijk gelukt. Ems, 8000 trofeeën hebben. Doordat ik dus die nieuwe kreeg. Oh, het is zo fijn. Ze schiet. Ze schudt met spuitbisje als die vol is. Als je meer achter elkaar hit, dan doe je 1000 damage. Wat? Jullie zagen, ik kon echt waar. Plus 2 maar. Ja, ik moet gewoon even oefenen met Ems een beetje. Want ja, Ems is wel voor het eerst dat ik nu Ems heb. En ja, ik heb nog Ems bijna nooit gespeeld. Dus ik weet niet of het een beetje chill is. Ik weet wel dat ze dan dichtbij echt bijna niks kan. Dus dit had ik niet moeten doen. Maakt wel meer damages. En het blijkt ook dat Ems met één krachtpunt maar 4000 HP heeft. Dat is best wel naar. Nee, please, don't kill me. Dat is wel chill van de wereld. Gewoon iemand gekillt met de wereld. Ik vind het wel een beetje redelijk wat ik mee kan spelen. Nou, ik kan ook wel een beetje mee spelen. Ik moet nog wel gaan oefenen, maar ik kan er meer vooruit. Dit kan ik echt niet. Ik moet namelijk op afstand blijven. Waarom ga ik hem daarheen? Niet te laat, maar dit het beste kan je dit zo doen. Zo. Maar ik heb een ult en de ult is echt chill van Ems. Zo. Oké, dit is gewoon 11 hebben we daar. Ik deed nog 2000 damage. Nee, doe normaal. Auw. En steamen? Hoe damage doe ik? Daar is 50 damage. Oh. Mooi. Eerste. Jeez. Oké. Ik heb weer 22 trofeeën erbij. Geen snel zeg. 14 erbij, dus kunnen we die openen. En is een nieuwe. Oh, ik heb die kon volgens mij al opkreden. Oh nee, die kon 25 keer boven. Dat is wel veel.
Dus ik kan nu ook al zes maken. Lekker. We hebben deze allebei. Die heb ik wel 10 kan vinden voor me. Allebei nog kracht 1. Die ben ik 15 op kracht 1. Maar ik ga deze spelen. Ik denk dat gewoon een beetje game modus gaan proberen met deze. Het wordt ook geen al te lang video. Want ik heb vandaag nog een rijke andere dingen doen. Dus met één kracht krijg je veel van tapeten bij. Maar Ems kan echt chill zijn houden. Hier de duim. Gespreid. Pakken. Hij heeft er twee, maar hij is ook gaan bij ons. Oh mijn god, ik deed echt heel slecht. Maar ik heb mijn ult. En als ult heb je, dan ben je gewoon sterk als Ems. Die is ook 100%. Nee! Oh, ik had hem kunnen. Ah, speed. Maar ook weer niet, omdat mijn cirkel. Ah, mail is weg. Oké. Okay. Pakken! Ja, nu hebben we zijn rood. Zo meteen 5 misschien. Ja, Ems is gewoon sterk knokker en daar is het ding neergezet. Ja, dat ging wel goed. En wij precies nu kunnen hiermee uit. Nou, mijn dueling tokens zijn bijna voorbij. Deze ga ik ook niet meer spelen of twee dagen. Oh, hij is al weg. Ja, die ga ik waarschijnlijk ook maar één keer spelen of zo. Want ik heb al een 5 minuten 55, dus dat gaat echt niet meer lukken. Misschien met Ems. Ems is wel een goede knokker. Ik denk 1 of 2 potje nog, maar dan ga ik omring 5 waarschijnlijk. Verlaten. Ik heb even uit nodig, kijken of die accepteert. Ik heb wel bij 8. Maar ik denk wel dat ik gewoon ver gekomen ben. Maar ja, alleen deze map is denk ik niet al te goed. Haar ulte en van Ems, die is echt. Daar ben ik wel gewoon enthousiast over. Want dat is gewoon een goede ult. Het is wel het nadeel dat Ems geen al te veel AP heeft natuurlijk. Oeh, dit is naar 3. Kap is YouTube. Yo. Oké. Okay. Hier staat Hilde. Dit was echt een waste. Zo. Kijk, zo kan ik er wel makkelijk in doen. Als hij niveau blijft, dan kan ik meer damage doen. Klusver, kom teamen. Wij zijn allebei M's. Dubbel M's, dat is echt goed. Nee, ik had wel zijn ult. Oh. Ja, die M's had winnen. Plus 6 hadden we wel. Nee, kap is. Join. Filmen.
Nou, ik had zoals gezegd, ik heb een korte video. Ik wil jullie wel bedanken voor het kijken van deze video. Hoop ik vond het leuk, dan een dikke vette duim omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal hier beneden. En dan de volgende Brassers video wordt wel wat langer, denk ik. En dan zie ik weer de volgende Brassers video. Laters.